Gesprek over werken in het onderwijs in de gemeente Schagen. Dit is voor de klas met vandaag. Frank Broersen uit Schagen. Hij is adjunct-directeur op de afdeling havo vbo van het regierscollege. Frank, welkom. Dankjewel. <laughs> ja, Frank, ik had je eerder uitgenodigd, maar toen was je veel in het nieuws en vond je het wel even goed. Is de rust wedergekeerd? Ja, we hebben de rust weer uh, aardig weten terug te vinden. Um, je doelt op de inspectie waar we een uh, zeer zwak kregen die uh, tijdelijk uh, achter onze naam stond. Ja. En die uh, gelukkig heeft de inspectie gezien wat we zelf ook zeiden. Al zagen uh, dat we onszelf niet zeer zwak vonden. Uh, ze zijn teruggekomen, ze hebben gekeken, ze gaven aan dat wat jullie uh, opgeschreven hebben, dat jullie eraan gingen doen. Uh, hebben we teruggezien, hebben we van iedereen teruggehoord. Uh, dus op alle plekken zeiden ze, jullie. Uh, uh, voldoen weer aan de voldoende van het onderwijs. Wat de hoogste waardering is die de inspectie kan geven. Wat overigens een beetje bijzonder is. Dat voldoende het hoogst haalbare is. Ja. Uh, want daar gaan we op school natuurlijk niet voor. Maar dat is wel zoals de inspectie nu in elkaar zit. En, uh, ondanks dat het echt een heftige tijd geweest is voor collega's. Emoties erbij. Want we zijn toch hard aan het werk. En hoe kan, hoe kan dit nu? Uh, hebben we wel wat aspecten gezien waar we echt wel serieus mee aan de slag gegaan zijn. En is het toch wel goed dat er van buitenaf soms gekeken wordt, uh, let nou hier iets meer op, omdat je toch af en toe een beetje in de tunnel terecht kan komen. Uh, en we vooral druk waren met de nawe van corona en dat soort zaken. En ja. uh, we hebben het nu weer op orde en we zijn ook vaker nu doen we een, een review, dat we onszelf, eigenlijk een interne audit, uh, onszelf bekijken. En dat blijven we doen en dat helpt. En uh, we zijn uh, klimmende weer heen, zeg maar. Ja, hoe kijk je terug op die periode? Um, nou, als directielid is het wel een bijzondere ervaring om mee te maken. Je wordt er denk ik ook alleen maar sterker van in, in je werk. Um, maar het is wel, het was wel heftig. Want um, er komt veel op je af, uh, veel emotie, veel, um, ook wel reacties van ouders en van leerlingen. Uh, soms in het kader van zie je wel, het is allemaal niet zo goed op de school. Mm. Uh, anderzijds, ook wel uh, onbegrip van nou, hoe kan dit nu? Want dit, dit zien we uh, van ouders ook en van leerlingen. Van maar wij zijn toch een goede school, waar gaat dit over? Ja. Um, dus het is wel dubbel. Ja, ja. Heb je er wakker van gelegen? Uh, nou, ik heb er wel wat slechter van geslapen. Ik lig niet zo heel snel wakker. Um, maar wel slechter van geslapen. Vooral ook dat ik dacht: wat doet dit allemaal met onze, onze werknemers, onze collega's binnen de school? Ik sta zelf iets verder van de leerlingen en van de lessen af. Uh, maar ik weet wel dat zij er elke dag uh, vol voor gaan. Precies. Uh, en als je dan zo'n beoordeling krijgt, ja, dat slaat natuurlijk op, op hoe het beleid in elkaar zit, maar het gaat ook wel over de kwaliteit van de lessen. Uh, en dat vond, ik wel, dat vond ik wel erg lastig. Ja. ja wat is er nou concreet sindsdien veranderd? Uh, we zijn met z'n allen uh, weer gaan kijken hoe doen we het samen. Uh, dus doen we, zijn we voorspelbaar voor leerlingen. Uh, wat voor gedrag wordt er gevraagd van leerlingen in de klas? Hoe kunnen we. Bij iedere les zorgen dat eigenlijk de effectiviteit van de les, als die bij iedere les met 5% omhoog gaat. En dat kan al zitten uh, in uh, iets sneller starten met je les. Dus niet pas na 7 minuten, als iedereen binnen is, uh, gaan we beginnen. Uh, maar echt wel gewoon, uh, nou, de lessen die we daarna gezien hebben. Binnen 3, 4 minuten is de les gestart. Ja. En dat heeft te maken met duidelijke afspraken die we met elkaar maken, uh, die, in ieder, uh, die we in ieder klaslokaal opgehangen hebben. Uh, collega's die ook meer kijken van hoe deel ik mijn les in. <coughs> wat voor tips heb ik daar, krijg ik daarbij, hoe kan ik uh, de leerlingen meer zien. Uh, en dat is een langer proces, maar we hebben wel dingen ingezet. Ja. En wat de inspectie teruggaf, wat ze zagen bij het uh, herstelonderzoek, uh, gaven ze aan: ja, alles wat jullie ingezet hebben, zien we terug. We zien minder lestijdverlies. Dat was eigenlijk een groot punt waar ze uh, de eerste keer op uh, ageerden. Uh, dus we zien minder lestijdverlies, dus er is weer meer aandacht voor het onderwijs, uh, minder discussie in de klas tussen leerlingen en docent. En uh, dat zorgt ervoor dat uh, als je bij al je lessen 5% extra opbrengst hebt, dan kom je een heel eind uh, ja. gedurende de week en gedurende een schooljaar. Ja, want hoe uh, gebeurt zo'n uh, controle van de inspectie? Komen ze opeens op een dag langs? Uh, nee, dat kondigen ze wel aan. Uh, een week of twee à drie van tevoren. Uh, dan noemen ze een datum, die wel altijd wel in overleg gaat. Uh, dan willen we langskomen. Uh, dan komen ze, in dit geval waren ze met drie inspecteurs, die gaan in de ochtend een aantal lessen bezoeken. Uh, die kiezen zij zelf uit. Uh, wij geven wel aan, uh, deze docent is op excursie, dus daar kun je in ieder geval niet op bezoek. Ja. Dus daar is wel enig overleg. Wij weten van tevoren niet precies bij wie ze langskomen. Uh, ze hebben 15 lessen bezocht. En daar geven ze dan een oordeel over, is dit voldoende, onvoldoende of matig of, ja. of en, zeer zwak? Uh, ja, maar dat doen ze bij de lessen nog niet zozeer. Okay. En uh, zij vonden toen bij uh, de helft van het aantal bezochte lessen dat het niveau uh, nou, niet aan een voldoende voldeed. Uh, dus kregen we een onvoldoende op de, op de les. Uh, daarnaast stond er een onvoldoende op de kwaliteitskaart voor de overgang, het uh, doorstroomrendement in de onderbouw. Uh, dus er gingen te weinig leerlingen over naar het volgende leerjaar. En de combinatie van een onvoldoende op resultaten en een onvoldoende op je leskwaliteit zorgde ervoor dat we zeer zwak werden. Uh, wij wisten toen al dat de resultaten twee weken na het bezoek weer goed zouden zijn, want toen hadden we de nieuwe jarenovergang. Dus het was gebaseerd op de cijfers van het jaar ervoor. Uh, dus die onvoldoende was weg. Dan weet je dat je nooit meer zeer zwak kan worden, want dat kan alleen als de, ook de resultaten in, op een onvoldoende staan. En toen ze terugkwamen, toen hebben we gezegd, kom alsjeblieft snel weer terug, want wij denken dat onze lessen ook weer, uh, dat we daar een uh, slag gemaakt hebben. Toen hebben ze bij de lessen ook gezien dat dat, uh, alle lessen die ze toen bekeken hebben, kwamen ze weer met drie inspecteurs. Die vonden ze allemaal voldoende. Uh, en toen hebben ze gezegd, ja, de lessen zijn weer voldoende, de resultaten zijn weer voldoende. Dus je hebt weer het hoogste oordeel terug, wat je ja. uh, twee maanden geleden eigenlijk ook had. Zo snel kan het gaan eigenlijk. Ja, en dat vonden wij bijzonder. En, uh, dat... Iedereen wel had ik het idee. Ja, en de inspecteurs eigenlijk zelf ook wel. Um, dus het, we hebben ook nog wel de gesprekken met de inspectie verder gehad van, beseffen jullie hoeveel impact dit heeft op docenten die toch gespannen voor de les staan, uh, voor de klas staan. Dus uiteindelijk ook uh, impact op de leerlingen. Waarbij we niet zeggen dat de controle niet goed is, mm -hmm. maar denk goed na uh, over het oordeel wat je geeft en wanneer je dat geeft en hoe je dat geeft. Want wat zij op het eerste moment geconstateerd hebben, dat de helft van de bezochte lessen niet voldeed aan hun kwaliteitseis, dat, dat kan. Het uh, mag eigenlijk niet gebeuren, maar als zij dat gezien hebben, dan moet je daar ook met elkaar uh, naar kijken, wat gaan we eraan doen. Uh, alleen het moment was wel heel um, nou ja, vervelend, dat het net was voor de jaarovergang, dus voor de nieuwe cijfers. En, um, dus we willen niet wegschuiven dat, er, uh, dat het niet klopte, mm -hmm. dat het niet helemaal in de haak was. Ook met allerlei technische achtergronden van de coronaperiode, waarbij sommige jaren wel en sommige jaren niet meegeteld werden en dat net in ons nadeel was, daar moet je eigenlijk niet over praten. Maar de impact op collega's en op leerlingen van zo'n besluit en dan vijf weken later krijg je te horen, het is toch allemaal weer voldoende. Daar ga je eigenlijk, en wij zijn er al wat langer mee bezig geweest, maar bij een half jaar zet je een hele school zo onder druk. Um, dat het voor leerlingen nooit goed kan zijn. Ja. Dat gesprek hebben we wel met de inspecteurs gehad. Uh, daarvan hebben ze ook gezegd: we gaan in de procedure wel iets aanpassen. Daar hebben hopelijk andere scholen dan wat uh, profijt van. Maar, uh... ja. ja, en je komt natuurlijk negatief in het nieuws. Dat heeft ook gewoon een grote ja. impact. Ja, en zo'n zo uh, momentopname. Vond je, dat, uh, vond je dat ook frustrerend? Um, ja, het is natuurlijk niet zozeer een momentopname... omdat het, uh, de getallen die de inspectie gebruikt over, gaan over een langere periode. Uh, dat je op dat moment even met je gezicht uh, in het nieuws bent... Um, dat hoort bij de functie. Ja. Um, en dan, um, laat, mij dan maar, uh, of laat ons als directie dan maar de klappen opvangen... Zeg maar, zodat je ook de collega's zoveel mogelijk aan de wind probeert te houden. Um, ja. Zodat die zich kunnen focussen op het lesgeven, op de goede lessen geven... Maar ook de impact die het wel op collega's heeft die in uh, Kalmsoog bij de bakken staan en die toch horen krijgen, wat is dit nou? En, ja. Ja, dat heeft, het heeft zoveel impact op zoveel mensen. Um, en dan kan ik het beroepsmatig nog wel uh, accepteren en, en naast me neerleggen en er wel minder van slapen, maar niet van wakker liggen. Zeg maar. uh, ook wel omdat ik altijd wel een positivo ben en weet van nou jongens, hier komen we eigenlijk alleen maar sterker uit met elkaar. Uh, maar het heeft wel impact en vooral omdat je weet dat het zoveel impact heeft op de mensen om je heen. Ja, nou, dat was toen. Merk je dat nu nog of uh, is, er, is er echt een nieuwe richting ingeslagen? Nou, we zijn... Is de sfeer goed? De, de sfeer uh, uh, is goed. Uh, nou weet ik niet of ik. Uh, uh, ik ben niet overal bij in de school en uh, ik krijg geen signalen dat de sfeer niet goed is. Uh, maar ik weet dat er soms ook uh, op de momenten dat ik zeg dat de sfeer niet goed is, dan zeggen sommige mensen, waar heb je het over? Want het is juist hartstikke leuk. Dus er zijn altijd, uh, als je met 200 mensen op een locatie werkt, dan zijn er altijd mensen tevreden en mensen ontevreden. Uh, maar de sfeer is, is, uh, is weer goed. We zijn daar ook wel actief mee bezig om weer uh, de dingen samen te doen uh, en elkaar weer meer op te zoeken. Maar het heeft wel uh, echt impact gehad en het laat hier en daar ook zijn sporen nog wel na. Ja. Uh, omdat collega's ook het idee hebben van ja, ik wil niet weer terug naar die situatie, wat natuurlijk goed is dat dat het gevoel er is. Uh, dus wat moet ik anders doen? Waar moet ik aan werken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat stel dat uh, over een maand de inspectie weer binnenkomt, dat we niet hetzelfde weer uh, ons overkomt? Uh, en dat is wel, de onderwijsinspectie komt nu ook uh, onaangekondigd bij scholen binnen. Dus dan staat er ochtends vroeg een busje met inspecteurs voor de deur... en die komen kijken of je het goede doet. Nou, die, dat geeft wel een bepaalde spanning bij mensen. Doen we het nu goed? Welke kant zijn we op? En dan proberen wij aan te geven... ja, jongens, we zijn de goede richting ingeslagen. En je verandert niet van de een op de andere dag... je gehele onderwijsvisie, je gehele onderwijspatroon. Maar heb er nou vertrouwen in dat we de goede kant op gaan... en als we de dingen... Die we toen hebben afgesproken, ook consequent blijven doen. Dus niet inzakken, vasthouden, dan uh, gaat het goed komen. Ja, vol vertrouwen zeg je dat? Ja, ja. Uh, het commentaar van ouders was toen ook uh, dat de communicatie niet goed was. Uh, hebben jullie daar nog iets mee gedaan? Ja, we hebben een, uh, uiteindelijk alle ouders uitgenodigd uh, via een mail om met ze in gesprek te gaan over na het tweede oordeel van de inspectie van joh, wat is er nou allemaal gebeurd in deze tussenliggende periode? Um, daar hebben niet veel ouders op gereageerd. Dus we hebben in een klein comité uh, met ouders aan tafel gezeten... en eigenlijk de ouders die daar zaten, die zeiden... Oh, dit gunnen we alle ouders, dat ze dit verhaal... niet alleen het technische stuk wat je op papier zet... Uh, maar het verhaal erachter en de vragen die we hebben... hoe die beantwoord worden, dit gunnen we eigenlijk alle ouders wel... Want we snappen nu beter waar het vandaan kwam, wat er uh, gebeurd is, wat jullie eraan gedaan hebben en hoe ja. dan verder. Ja, ja, ja. En dat kun je helaas niet in een krantartikel of in twee A4'tjes. Of uh, dat is altijd lastig, want er zijn altijd specifieke andere vragen die erbij zitten. Uh, dat, ook dat gesprek gaf wel weer vertrouwen. Uh, en als andere ouders vragen hebben, zijn ze altijd welkom. Uh, en dat is wel, ik loop hier in veel op het voetbalveld rond, waar ik ook nog wel wat doe. Uh, waar je veel ouders tegenkomt. En uh, ik heb heel veel verschillende reacties gehoord, maar vooral de reacties van, we snappen het niet, of wat vervelend. Of, uh, maar ik weet ook dat je de reacties van ouders die bijvoorbeeld denken, van, nou, uh, zie je wel, of ja, die zullen dat op een voetbalveld misschien iets minder snel tegen je zeggen dan. Uh, maar we staan altijd open voor dat soort vragen. Uh, en als wij het antwoord niet kunnen geven, of tenminste als de vraag niet komt, kunnen we hem ook ja. niet beantwoorden. Ja, maar het dat... feit dat er dus weinig animo was voor die bijeenkomst. Ja, geef wel aan dat het misschien ook wel meevalt. Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want dat zou een aanname kunnen zijn waarbij je misschien jezelf in je voet schiet. Dat je denkt, oh, het valt allemaal wel mee. Nee. Maar we moeten het wel serieus blijven nemen. Want het ja. gaat natuurlijk wel om goed onderwijs voor heel veel kinderen in en om Schagen. En, en om hun toekomst, om het maar zo te zeggen. Um, dus we vegen het niet van tafel. Uh, en het communicatiestuk... Uh, daar zit ik ook wel wat dubbel in, want je, je hebt een hele vervelende boodschap te doen. Die moet je ook doen vanuit de inspectie op het moment dat je zeer zwak bent. Dat is een verplichting om dat te melden. Uh, alleen al de technische achtergrond die erachter zit, en dat we eigenlijk al wisten, we zijn over drie weken, uh, is het oordeel eigenlijk al achterhaald. Ja, dat, dat voelt als. Uh, een heel slap excuus op het moment dat je... Dat voelt eigenlijk een beetje als het, uh, het verwende jongetje in de klas die zegt van ja maar het is eigenlijk niet zo. Ja. En op dat moment ja. was het zo. Ze hadden het recht om op dat moment uh, uh, zeer zwak aan te geven. En alles wat je in communicatie doet, uh, je wilt weer vertrouwen uitstralen van het komt weer goed. Uh, nou dat is ontzettend lastig en dat is intern ook best wel een puzzel geweest van wat zetten we nou in zo'n brief. Uh, en ik was blij met het krantartikel, wat er de dag uh, erna was. Waarin we uh, toch wat meer kwijt konden dan in een formele brief. En uh, ja, het heeft behoorlijk wat stof op doen waaien. Dat, uh, en dat snap ik ook, want we geven les aan uh, 1400 leerlingen. Ja. ja. Ja, hoe ziet een dag van een adjunct-directeur eruit? Is er een gemiddelde dag te noemen? Nou, ik ben ooit begonnen als gymdocent. En. Uh, ik kom nu nog wel schimdocenten tegen die zeggen, hoe kan je dit volhouden, joh? Uh, er zitten heel veel overleggen in. En uh, uh, dat gaat de ene keer, ik kom net uit een overleg over uh, Suvis. Uh, de specifieke uitkering frisse, uh, ventilatie in scholen. Uh, wij moeten al onze schoolgebouwen, en dat is bij uh, de Hofstraat en bij de Oranjelaan al aan de gang. Moeten we uh, frisse, uh, frisse scholen, klasse C, moeten we aan gaan voldoen. Uh, dus er zijn enorme verbouwingen in de gebouwen, terwijl de winkel open is, want we moeten gewoon les blijven geven. Nou, ja. Daar heb je dan als dat junkt een vergadering over. Um, daarvoor zat ik in overleg over hoe gaan we nou het personeel volgend jaar weer. Iedereen wel, wie op welk plekje. Want uh, leerlingaantallen doen daar ook iets mee. Uh, vanmiddag zit ik nog weer met uh, de hoofdconcierges aan de tafel. Of jongens, hoe loopt het binnen de school? Je spreekt met de teamleiders. We. Ik vind zelf dat ik te weinig met leerlingen in contact ben. Uh, dat zit vooral bij de docenten, bij de mentoren, bij de teamleiders. Uh, maar om te weten wat er in je school leeft, zou dat ook uh, zeer interessant zijn. Uh, en dat proberen we wel te organiseren, maar past er soms in de agenda gewoon echt niet tussen. Uh, en gisteren bijvoorbeeld heb ik een, uh, de halve dag in Ehrengewaard gezeten met onze zusterscholen van Pontis. En dan zitten we met de directies van de vier scholen aan tafel om de grotere thema's van Pontis door te lopen. Dus het is heel veel overleg. Ja. En ik probeer ook mijn deur altijd wel open te hebben voor collega's die een vraag hebben of die binnenkomen. Die, in basis bij de teamleider in eerste instantie, hun direct leidinggevende binnenkomen. Maar soms ook vragen met mij willen bespreken. En dat, ze zijn altijd welkom. Ja. Mis je het lesgeven nog wel eens? Uh, ja, dat mis ik wel. Uh, ik ben uh, als een soort uh, surrogaatlesgever. Maar heel veel training aan het geven bij, uh, bij de voetbal aan mijn eigen kinderen. Uh, want dan gebruik ik eigenlijk mijn achtergrond uh, nog wel. Uh, maar bij het lesgeven begon het uh, steeds meer en vrij snel al te kriebelen van hé hey, maar ik wil me wat meer bemoeien met hoe het binnen een school gaat. Uh, ik heb er wel over nagedacht kan ik het nog combineren. Maar dan ben je niet meer 100% met het lesgeven bezig. Uh, dan heb je je telefoon in je broekzak voor als er uh, paniek in de school is dat je toch gebeld kan worden. Uh, dat kun je uitzetten, maar het is vaak qua planning zo lastig te doen. Uh, dat ik liever heb dat er docenten voor de klas staan... die echt 110% voor die leerlingen zijn. Want dat verdienen die leerlingen. Mm -hmm. En dan zou ik nu nog les gaan geven... zou ik het voor mezelf doen, omdat ik het zelf leuk vind. Uh, maar ik gun ze veel meer. En nou, Bas Boegwald heeft hier in de podcast Kreek, gezeten... Uh, die, ja. uh, waar ik ooit mijn stage gelopen heb. <laughs> uh, maar weet je, die, heeft, uh, die gaat vol vuur uh, voor die gymlessen. En, en bij mij zit er toch een andere klus dan naast... Uh, waarbij die leerlingen niet kan bieden wat ze verdienen. Ja. Zou je het wel zo weer kunnen oppakken, stel dat het moet... Ja, ik zou nu zeggen van wel. <laughs> Ook wel omdat ik uh, via voetbaltraining en dat soort dingen wel het contact natuurlijk behoud. Ja. Uh, dus ik zou denken van wel, ik zou er wel weer even in moeten komen, denk ik. Maar uh, ik zou het best leuk vinden zou om weer eens een gymlesje te doen. Ja. Ja, hoe ben je precies opgeklommen van docent lichamelijke opvoeding naar adjunct uh, schooldirecteur? Ja, uh, nou ooit mijn stage gedaan op de Willeminenlaan. Uh, daarna ben ik nog bewegingswetenschappen gaan studeren. Uh, ze wilde me toen eigenlijk al wel graag hebben bij de Wils. Hij was altijd uh, toen mijn mentor, zeg maar. Uh, en die belde een aantal jaar later uh, dat er in het VMBO een functie voor gymdocent kwam. Omdat Bob van Twijven met pensioen ging. Uh, toen heb ik gesolliciteerd. Toen werd ik meteen voor een volledige baan aangenomen. Wat in die tijd best wel bijzonder was. Uh, toen heb ik vijf jaar gymles gegeven. En ik ging me steeds meer met dingetjes bemoeien. Ik werd mentor, maar ik ging me ook met andere mentoren... Uh, samen wat dingen organiseren en uh, toen uh, is er een opleiding voor alle teamleiders die op dat moment al teamleider waren binnen de school uh, werd er georganiseerd en toen mocht ik uh, met de leuke term high potential mocht ik aanhaken. Zo. Um, dus die opleiding heb ik mee in een, een, een in company opleiding heb ik meegedaan en uh, vervolgens viel uiteindelijk uh, um, Hans Lakenman als teamleider die uh, vertrok. Uh, op het VMBO. En toen zeiden wat collega's om me heen, uh, als jij het niet wordt, gaan we staken. Zo. Dus ik wist dat ik. Wel vanuit, wat complimenten uh, allemaal frank. Ja. Ik wist dat ik vanuit intern wel wat wel steun had, maar je moet natuurlijk gewoon formeel nog uh, solliciteren. En toen mocht ik uh, teamleider worden op de ml die toen net gebouwd was, waar ik me wel aardig mee bemoeid had ook. Uh, en vijf, toen ben ik vijf jaar teamleider geweest. En toen vroeg mijn leidinggevende op dat moment: uh, die zei, Frank, uh, wat, waar zie jij jezelf over een aantal jaar? Want uh, misschien is uh, een plek in de directie wel iets voor jou. Toen heb ik ze uitgelachen. En toen zei ik: Nee, dat, ik wil gewoon ook wel dichter bij die leerlingen blijven staan. En twee weken later kwam uh, de adjunct van toen bij me. Die zei: Nou, ik heb ergens anders een baan. Dus uh, <laughs> misschien uh, is het niet wat voor jou. Toen ben ik er goed over na gaan denken. En toen dacht ik: Nou. Misschien moet ik het toch maar gewoon proberen. Ik vind het wel interessant uh, om me met dingen te bemoeien, zeg maar, en uh, uh, ook wel met visie bezig te zijn. Uh, dus ik heb gesolliciteerd en toen werd ik ook daar de adjunct. En uh, nu, zo'n vijf jaar geleden, ging uh, de adjunct bij HVVWO uh, met pensioen. Toen heb ik er heel hard over nagedacht: word ik nou van de ene adjunct de andere adjunct? Wil ik dat, uh, wil ik het niet? Uh, ik had toen 15 jaar bij een het mbo gezeten en ik dacht, nou weet je, ik vind haven-VWO ook uh, interessant. Um, dus ik zou het daar ook wel willen proberen. En uh, gesolliciteerd. En toen mocht ik daar de klus van Adjunct in haven-VWO uh, uh, gaan inkleden. En eigenlijk de eerste stap dat ik van mentor uh, meer richting teamleider ging, dacht ik, ja als mentor kan ik voor 25 leerlingen heel belangrijk zijn... En als teamleider kan ik iets betekenen toen voor de 360 leerlingen die er in de VMBO onderbouw zitten. En diezelfde spiegel heb ik me voorgehouden richting adjunct. Dan kan je voor 1200 leerlingen wat betekenen. Uh, je zit wel minder direct op de leerling zelf. Dus je bent veel meer met de randvoorwaarden bezig om te zorgen dat zij goed onderwijs kunnen volgen. Uh, maar er zitten zoveel interessante puzzels. Een, een, een dag is nooit hetzelfde. Als docent ook niet, overigens, maar. Uh, je bent met zoveel verschillende puzzels bezig en zoveel verschillende soorten gesprekken. En dat uh, heeft mijn brein af en toe nodig, dat ik uh, steeds heen en weer kan springen van het een naar het ander. En wat is de volgende stap? Ja, daar denk ik niet zo heel vaak over na. Zit je nu waar je wil zijn? In je ja, carrière? ik zit goed waar ik zit. En uh, uh, heel eerlijk, uh, anderhalf jaar geleden ging onze directeur met pensioen. Uh, toen heb ik wel een poging gedaan om uh, ook directeur te worden van de willem Dat ben ik niet geworden. En uh, als ik zie nu welke directrice we nu hebben die met een andere, met heel veel ervaring uh, vanuit allerlei andere plekken in het onderwijs binnenkomt. En de manier waarop Pont is nu georganiseerd is, is er ook een ander soort directeur gevraagd dan wat er in de regio's tijd nog was. Toen we toch een college van bestuur veel dichterbij hadden die nog veel meer ook, uh, nou uitvoerend bezig waren. Um, kan ik begrijpen dat ik de ervaring nog niet had uh, om, die, uh, om die, uh, die functie in te vullen. En um, nou ja, wie weet probeer ik het in de toekomst nog een keer als hij vrijkomt. Maar het, het is geen moeten. Nee. Uh, want ik zit op zich goed waar ik zit. Ik uh, kan uh, veel doen binnen de school. Ik kan van betekenis zijn binnen de school. Uh, en ik vind het in Schagen nog heel prettig. Uh, veel collega's die... Uh, ook wel eens de vraag: we hebben veel collega's uit Schagen, maar ook heel veel collega's bewust buiten Schagen, omdat je je leerlingen en ouders ook in uh, privé situaties overal tegenkomt. Uh, daar heb ik geen moeite mee en ik durf ook tegen mensen te zeggen: nu even niet over school als het in het weekend is, want dan uh, bel die of bel me dan even. En, uh, maar de, die grens moet je wel kunnen stellen. Ja. Uh, maar ik zit uh, voorlopig lekker waar ik zit. Je klinkt echt als een bezig bijtje. Je hebt een, een, volgens mij, een pittige job die veel van je vraagt. Maar je hebt ook uh, kinderen en die geeft je voetbaltraining. Je bent coach. Uh, zitten er genoeg uh, uren in een dag? Nou, te weinig dagen in de week. <laughs> ja. En uh, hoe, uh, hoe zorg jij voor ontspanning? Ik, uh, uh, zaalvoetbal, uh, ik. Uh, nou de, het training geven aan mijn kinderen is ontspanning. Ik, ik hou er heel erg van om uh, samen met Martine en mijn vrouw uh, leuke dingen te doen. Gezelligheid met vrienden. Uh, hier en daar eens een borreltje drinken na de zaalvoetbal, bijvoorbeeld. Uh, we gaan regelmatig naar theater. Uh, met mijn kinderen leuke dingen doen. Uh, school of een, een, uh, werk in het onderwijs geeft ook dat je veel vakanties hebt. Um, Waaroverigens die zijn opgebouwd doordat we elke week iets meer werk, werken dan de gemiddelde Nederlander. Namelijk 41,5 uur per week. Zodat je je vakantieweken weer hebt, weet niet iedereen. Goed dat uh, je het even uh, zegt. Ja, ja, ja. <laughs> even. Een, uh, ter bescherming van al mijn collega's die altijd te horen krijgen: heb je nou weer vakantie? Ja. Um, nee, dus ik probeer zoveel mogelijk daar mijn ontspanning in te vinden. En uh, ik zit in het bestuur bij Schagen United al een heel aantal jaren. En dat is ook wel een bewuste keuze. Um, want als ik niet. Uh, nog iets te doen heb naast mijn werk, dan ben ik bang dat ik s'avonds de laptop toch op schoot neem en dat ik weer uh, voor school ook aan de slag ga, want het is nooit af. Um, en op deze manier zet ik me maatschappelijk ook nog uh, op een goede manier in. Um, dus ontspanning zit eigenlijk in, in gezelligheid zoeken um, en vooral in teamsport. Uh, ik ben nu wat meer aan het fietsen in het weekend. Ik deed ook nog veldvoetbal erbij, maar. Uh, het lichaam wordt wat ouder. En vrijdagavond zaalvoetballen. En dan zondagochtend weer veldvoetballen. Dat zit toch iets te kort op elkaar. Ja. En fietsen is dan wat minder belastend. Dus, uh, nee, en ook dat in een groepje en heel gezellig. En, uh, dus dat is, uh, dat is de manier waarop ik mijn ontspanning zoek. Nou, gelukkig maar. Daar gaan we mee afsluiten, Frank. Dank je wel voor je komst. Geen dank. Dit was de podcast voor de klas. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering.